Welkom bij een nieuwe rollerbaanvideo en welkom in Italië. Dit wordt mijn allereerste alpinecoaster in Italië. We zijn in de Bardonezia, je hebt een alpinecoaster. Echt net op de grens van Italië. Het is een rit om hier te komen weer. In een half uurtje verder heb je Norma Loops, maar dat is een andere video van mij. We gaan nu naar de alpinecoaster van 2019 van weekend. En we moeten een beetje aanmaken, over een half gaat hij dicht namelijk. Als je hier komt in Italië en je vanuit deze rollerbaan, hou rekening mee dat je hier een tolweg hebt. En tolweg heb je natuurlijk overal. Je hebt hier een tunnel, daarna weet ik even niet zo. Die is 13 kilometer lang. En die kost 51 euro. De duurste tolweg die ik ooit gehad heb. Wat voor deken wat geld. Maar ja, het is sowieso in Italië, sowieso de weg naar Milaan waar ik naartoe ga. Dus je moet hem toch betalen. Maar we zijn in ieder geval Bardonezia. Het is echt gelijk, als je tunnel uit bent, moet je gelijk af. En dan ben je er al. En mij komt ook een regenbui aan. Die is best wel donker hier. Het is gewoon vlakbij Turijn is dit. In ieder geval vlakbij. Voor mij nog 110 kilometer naar Turijn nog. Het is echt op de grens van Italië en Frankrijk. De Mont Blanc is sowieso ook allemaal vlakbij hier. Dus echt een gigantische berg zoals je achter mij ziet. Maar ik ga echt een beetje doorlopen, want er komt echt donkere lucht aan. Dat ziet er allemaal top uit hier allemaal. Allemaal skipistes, allemaal voor de winter gebaseerd allemaal. Nou, best luxe, zo niet je. Ik denk niet dat het heel lang is, maar we gaan het zien. Een leuk logo gemaakt. Thank you very much. Ja. Yeah. Nou, dat was de Bardonezia. Of hoe je daarbij spreken ook, alpinecoaster in Italië. Mijn allereerste credit in Italië gepakt. En de allereerste alpinecoaster in Italië. Super tof. Dit was niet zo bijzonder. Die remt inderdaad heel veel af. Zoals je wel zag, de liften kon veel hoger gemaakt worden. Dat was echt nog een enorme lengte nog, want je wat seconden bouwen nog. Dus ik had het misschien wel eerst in tot de top gemaakt. Maar ja, misschien bewust reden dat ze het niet gedaan hebben. Hou voor rekening als je hier komt. Ik kom niet vlak voor sluitingstijd, ik had een halve sluitingstijd en ze ruimde alles al op en ik kon eigenlijk al geen tickets meer halen. De man kost een ritje 6 euro, maar hij vroeg heb je cash bij me? Ik zei dan, ik heb liever 5 euro. Ik heb wel meer, maar ik heb niet gezegd. Nou, mocht voor 5 euro mogen rijden, dus super aardig. Eerste indruk van Italië al gelijk top. Super aardige mensen, ook gewoon netjes Engels, zoals het hoort. En niet zoals de Fransen die absoluut vertikken om Engels te kunnen. Of niet kunnen, of whatever. Leuk met de dino's op de weg ook een beetje. En een heel mooi uitzicht hier. Maar er komt donkere wolken aan, dus ik ga gauw de auto in. Maar leuke rollerbaan, dus als je een keer richting Turijn gaat of richting Milaan, kom je er zeker voor langs. Het is echt 2 kilometer van de snelweg af, dus pak me er zeker mee. Alpinecoaster en Bardonezia. Vond je een leuke video? Like en abonneer deze video even. Zet het belletje aan, dan mis je nooit een video van rollercoasters. Ik zou zeggen, tot de volgende video.